Hallo en heel erg leuk dat jullie weer meekijken. Welkom, welkom. We gaan vandaag een nieuwe escape maken. Iets met sprookjes, zat ik te denken. Maar eerst laat ik jullie heel even snel zien wat ik hier aan het doen ben. Want hier doe ik obiose erin als onderlaagje. Een houten wilgenbruggetje, 55 centimeter als afrastering. En links in de hoek, let op, dat is een onderstel van een Ida. Dus ik gebruik hier alleen het onderstel en ik laat jullie zo meteen zien waarom alleen het onderstel. Maar eerst vlug even het wilgenbruggetje er weer uit en vervangen door een muurtje. Het kasteeltje heb ik er nu al in gedaan. Die hebben jullie eerder gezien in een shoplog en natuurlijk in de vorige escape heb ik hem ook gebruikt. Heel erg leuk, een heel mooi ruim huis. Geschikt voor zowel dwerghamstertjes als groepjes dwerghamsters. En natuurlijk ook voor Syrische hamsters, goudhamsters. Zoals je kunt zien heb ik het onderstel van de Ida nu compleet weggemoffeld met witte kerfresh. En hier haal ik de haakjes eruit van een wilgenbruggetje. Jongens, we gaan echt razend snel. Het onderstel zorgt dus voor stabiliteit. Dus dat het gewoon goed allemaal blijft staan, allemaal niet instort en een beetje hoog blijft. De hamstertjes kunnen eronder graven, die kunnen daar een mooi huisje maken. Een mooi holletje en alles blijft gewoon staan. Hier buig ik een wilgenbruggetje, let op. En daar zet ik een loopratje op. Dit doe ik expres omdat ik de stabiliteit graag wil. Ik wil niet een loopratje op de bodembedekking zelf neerzetten. Want ze graven hem gewoon onder en dan kunnen ze hem niet meer gebruiken. Want dan slipt hij helemaal vast door de bodembedekking zelf. Dus ik gebruik hier het wilgenbruggetje. En daar zet ik dan het loopratje op en dan staat hij lekker wat hoger, stabiel. En de dieren kunnen zich er zelfs nog onder verstoppen. Want ik heb een klein uitgangetje opengelaten voor ze. Zodat ze zich er nog een beetje onder kunnen verstoppen. Dus heel veel kleine verstopplekjes. Nou, dat vinden dwerghamstertjes natuurlijk ook heel erg leuk. De gekleurde balletjes, die verstrooi ik her en der. De hamsterscaping bonsai met een stukje mos erbovenop. Het paddenstoelhuisje, even kijken waar we die neer gaan zetten. Kijk, daar in het hoekje. En dan heb ik ook, oh, de eenhoorn komt er ook bij. En heb ik alle huisjes die ik jullie in de vorige shoplog heb laten zien hier ook meteen gebruikt. Dus ik heb alle onderdelen gebruikt. Hier besprenkel ik de bodembedekking met een kleurtje. Ga ik even kijken wat ik ermee ga doen. Maar ik ga dus looppaden maken voor de dwerghamstertjes. Nou, dat ziet er niet alleen maar leuk uit. Maar ze kunnen natuurlijk ook helemaal door elkaar heen graven. En dan krijg je hele leuke gekleurde kerfresh. Ik maak gebruik van meerdere kleine huisjes en één groot huis. Ik vind het prettig om in ieder geval één groot huis te hebben. Waar de dwerghamstertjes samen in kunnen slapen. Samen een nestje in kunnen maken. Een voedselvoorraadje kunnen hebben en dat ze gewoon een klein beetje meer ruimte hebben als het ware. Kleine huisjes zijn hele fijne, prettige verstopplekjes. En ik merk eigenlijk met mijn koppeltjes, als ze even alleen willen zijn, dan gaan ze in een klein huisje slapen. En willen ze samen zijn, dan gaan ze in een groot huisje slapen. Ja, ik hoor je meteen denken, dwerghamsters hoor je eigenlijk alleen te houden. Dat is ook zo. Er zijn eigenlijk twee soorten dwerghamsters die je in groepjes kunt houden. Dat zijn de Roborovski dwerghamsters en de Kambelli dwerghamsters. En de Russische dwerghamsters kun je in koppels houden. Dus mannetje, vrouwtje. Maar, daar moet ik wel heel eerlijk in zijn, je kunt niet zomaar elk mannetje voorschotelen hoor. Want als het vrouwtje hem niet leuk vindt, dan jaagt ze hem gewoon de tent uit. Dan is het klaar. Dus als het niet klikt tussen die twee, dan is het helemaal klaar. En dat is natuurlijk wel iets wat je het beste zou kunnen doen met een fokker. Oeh, de korenbloempjes komen erbij. Dus laat je adviseren door een goede fokker. Als je ze in koppeltjes wil houden. De korenbloem, die strooi ik her en der een beetje rond. Het is eigenlijk gewoon decoratief. Want korenbloem behoort niet per se tot het dieet van een dwerghamster. Ze eten het wel af en toe, maar naar behoefte als ze een beetje vezeltjes nodig hebben. Maar ik gebruik het hier in mijn escapes eigenlijk meer als decoratie en maar een klein beetje als knabbelplezier. Tadaa! Het bonsaiboompje met de korenbloem. Nou, hartstikke leuk. Het is gewoon qua decoratie heel erg leuk. En als je dan zo'n escape in de woonkamer hebt staan, heb je ook nog eens een keer iets om leuk naar te kijken. Hier gaan we verder met de mini maiskolfjes. Nou, dat zijn superleuke dingen. Echt waar. Nou, ik wist echt niet dat dwerghamsters dat zo lekker vinden. Die van mij die vallen er gewoon op aan. Dat zul je later wel zien in de video. Dit is dan zo'n klein mini maiskolfje. Heel erg leuk. Ze zijn echt gewoon heel klein. En zo zien ze dus uit als ze opgeknabbeld zijn. Nou, dat is echt gewoon een kwestie van een paar dagen en dan zijn ze gewoon op.
Dus de dieren vinden het heerlijk. Het is ook energierijke voeding. Dus als je dwerghamstertje een beetje slap is, zwak is, dan zou je hem dat zeker kunnen geven. Ik ga hier verder met mijn fantastische schaar. Ik knip een hoekje uit de Witte Molen chinchilla zandzak. Gebruik jij ook dit soort zakken? Ze kunnen natuurlijk onhandig zijn omdat het een zak is. Knip dan alleen een hoekje eruit, want dan kun je heel makkelijk het zand zeg maar in het verblijf strooien. Gedoseerd, om maar zo te zeggen. En als je de hele bovenkant opensnijdt, dan is het gewoon een stuk moeilijker. Dan voor je het weet heb je de hele zandzak erin liggen. Ik spreek uit ervaring. Ah, de Trixie Drops. Superleuk pakketje. Ben ik echt fan van. Deze koop ik regelmatig. Waarom? Je hebt gewoon 4 verschillende soorten drops. Ze zijn heel leuk gedoseerd. Niet te veel, niet te klein. En we nemen natuurlijk de bosbessen drops, want die passen qua kleur bij onze inrichting. Ook leuk om te weten dat in dit pakketje zitten ook dropjes die zijn wat kleiner. En die zou je bijvoorbeeld in een snackballetje kunnen doen. Heel erg leuk. Voor konijntjes bijvoorbeeld. Maar je zou die drops ook in een wilgenbal kunnen proppen. Je moet een beetje de wilgjes aan de kant duwen en dan de drops erin doen en dan heb je een superleuk snackspeeltje. De dieren moeten echt hun best doen om erbij te komen. Nou, konijnen die zullen natuurlijk hun best doen om het kapot te knagen en dat lukt ook wel. En dan kunnen ze het snackje eruit halen en dan hebben ze hun beloning. Heel erg leuk. Nou, daar zijn we bijna klaar. Nog eventjes de fleshouder erin doen. Aluminium fleshouder. Kun je heel eenvoudig de drinkfles erin doen. Ja, als je hem natuurlijk wel goed erin doet, zo, Marika, niet op de kop, kijk, dat werkt beter. Drinkflesje erin, ik hang de houder zoals je kunt zien nu boven het rooster. Mijn dwerghamstertjes vinden het leuk om over het rooster heen te lopen. Ze vinden het leuk om over een harde oppervlaktes heen te lopen. Misschien wat stabieler, geen idee. Hier komen ze aan, Ying en Yang. Een koppeltje, mandarijntjes. Het mannetje is al hoog bejaard. Het vrouwtje ietsjes jonger. Daar komt het mannetje aan. En ze leven als broer en zus met elkaar, want ze hebben nog nooit jongen gehad. Het mannetje is positief getest op diabetes. Een paar keer. En daarna niet meer. Dus ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Hij drinkt ook niet meer veel. Hij eet normaal. Ze krijgen Bunny Nature expert voeding. Ik vind het heel fijn voor. Wel heel duur, maar wel heel fijn. En ik merk dat mijn dieren gewoon goed op gewicht blijven. En zelfs diabetes dwerghamsters doen het er goed op. Ze krijgen volwaardige voeding binnen en ze doen het er echt goed op. Dus dat is absoluut een aanrader qua voeding. Het is ook leuk om te weten, mandarijntjes hebben normaal gesproken best wel aanleg om dik te worden. Dus als je een mandarijndwerghamster hebt, dan moet je daar altijd een klein beetje op letten dat hij niet selectief gaat eten of dat je hem niet te veel verwendt met lekkers, want ze kunnen snel te dik worden. Dwerghamsters zijn in de regel hele leuke, vriendelijke diertjes. Ik krijg vaak de vraag of ze ook geschikt zijn als huisdier voor kindjes. Ik vind persoonlijk van wel, maar de ouders moeten altijd meehelpen. Altijd een oogje in het zeil houden. Want het zijn wel hele kwetsbare dieren. Nou, als je hier bijvoorbeeld kijkt naar het huisje, naar de dwerghamster, dan denk je dat past nooit. Maar ze kunnen zich heel klein maken. Daarom werd er bij traliekooien ook altijd geadviseerd dat de tralieafstand niet groter moet zijn dan 1 centimeter, want ze kunnen zich er zo doorheen wurmen. Kijk, en het maiskolfje is gevonden. Ik kan hier oprecht uren naar kijken. Vaak als ik zo'n scape heb gemaakt, dan blijf ik nog even lekker zitten, even mooi kijken.
Nog één keer de korenbloem dan. In het boompje. Hamsterscapingboompje. Heel veel onderdelen van het verblijf zijn gemaakt van polystyreen. Dat is een soort van kunsthars. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met heel hard, echt heel hard plastic. Dus het is ook vrij glad. Het ziet er ruw uit. Maar het is heel hard plastic wat echt heel mooi gevormd kan worden. En je kunt het ook heel makkelijk schoonmaken. Gewoon afspoelen. Regelmatig krijg ik vragen over hoe je koppeltjes kunt houden. Het is wel leuk om te weten, dwerghamstjes kun je dus in koppeltjes houden. Maar het is altijd heel belangrijk dat het vrouwtje jonger is dan het mannetje. Als je ze koppelt. En je moet ze echt op jonge leeftijd koppelen. Nou. Dat is dus niet de bedoeling. Dat gaan we dus niet doen. Het zijn ook een beetje stumpertjes. Ik noem ze soms echt stumpertjes, die dwerghamsters. Want ze kunnen zo onhandig zijn. Ze zijn ook niet gemaakt om te klimmen. Dat zie je heel goed aan de bouw van een dwerghamster. Die is niet gemaakt om te klimmen. Hij heeft hele kleine korte pootjes. En hij heeft eigenlijk ook gewoon platvoetjes. Niet van zulke handjes zoals ratjes en muisjes. Want die kunnen zich heel goed vasthouden. Heerlijk. Nou, hier kan ik uren naar kijken. Maar dwerghamsters hebben dus ook een heel kort staartje. Dus totaal geen balans. Als je ze vergelijkt met een muis, die wel echt gemaakt is om te klimmen, dan zie je gewoon dat hij qua lichaamsbouw heel veel mist. De lange staart om in balans te blijven mist. De grijphandjes met het duimpje mist. Dus ze zijn echt niet gemaakt om te klimmen. Maar wel om een beetje te woelen. In het wild nemen ze vaak de holletjes in van andere dieren. Dus andere dieren die graven holletjes. En als de andere dieren weg zijn, dan nemen de dwerghamstertjes de holletjes over. En dan verbouwen ze het een beetje. Ze maken niet graag complete eigen holletjes. Want de handjes en de voetjes die zijn eigenlijk ook niet gemaakt om constant te graven. En echt, kijk maar naar een mol. Die heeft echt de handjes van een echte graver. En dat is bij dwerghamstertjes minder. Dus ze maken wel holletjes, maar dan moet het zand een beetje los zijn. Of ze nemen de holletjes in van andere dieren. Hier heb ik een knabbelringetje in de vorm van een hartje. Maar als je hem dus op de kop zet, dan heb je bijna een kerstboompje. Dus dan hebben ze hun eigen kerstboompje. Nou, nog één keer de hamster dan met de mais. Hier wilde je hem meenemen in huis. Kijk, let op. Maar dat wil niet. Het is te groot. Het is gewoon te groot. Oh, kijk, en dat voetje er zo op. Oh, smelt. Ik kan hier uren naar kijken. Nou, en dan zeggen wij weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei, doei!